Dames en heren, beste nabestaanden, hartelijk welkom hier in Amuiden. Ik ben op dit moment in de vissershaven en achter mij, op de achterrol, ziet u de Marion liggen. Een echte visserskotter, gebouwd in de jaren 50. Wij hebben het schip vandaag gereed gemaakt voor onze taak van vandaag. Zorg dragen voor de verstrooiingen van de as van misschien wel uw dierbaren hier straks op zee. De omstandigheden, de weersomstandigheden zijn goed bewolkt. Er is zon. Er is een zuidwestenwind, kracht 4, niet al te sterk. En er staat een rustige deining op zee, ongeveer 60 tot 70 centimeter. Voordat wij gaan vertrekken, ga ik vragen aan Luc Borghuis om de vlag halfmast te hangen om aan te geven dat de overledenen aan boord zijn. Luc, zou je de vlag halfmast willen hangen alsjeblieft? De vlag is half mast gehangen. Wij zijn er klaar voor. Gaat u met me mee? Welkom aan boord van de Marion. Het is een echte visserskotter, gebouwd in de jaren 50 en volgens sommigen de beste schepen ooit gebouwd. Mede namens de bemanning, de kapitein Hans Zwarter, de manager van het schip Luc Borghuis, mijn collega Harry Hilberts, hartelijk welkom. U ziet hier op tafel, ziet u liggen, een bloemengroet die wij in opdracht van Crematorium Westerveld zullen geven aan een asverstrooiing die hier ligt. Deze bloemengroet zal helemaal aan het einde worden gegeven. Aan iedereen die vandaag op zee achterblijft en die vandaag geen bloemetje heeft gekregen, maar er wel eentje heeft verdiend. Deze bloemen blijven drijven en geven heel mooi een markering van het zeegraf. Dat is ook het moment dat de schipper, de kapitein, een cirkel zal varen rondom de plaats waar de verstrooiing hebben plaatsgevonden. Als deze cirkel voltooid is, zal 3 keer de scheepshoorn ten gehoor worden gebracht. 3 lange stoten, waarvan de laatste langer is dan de voorgaande 2. Dat is ook het moment dat de vlag die nu half mast hangt in top gehezen zal worden en dat wij terug varen naar de haven. Onze taak zit er dan op. Mijn naam is Sebastiaan Smit van Aqua Omega en mede namens de bemanning hier aan boord van de Marion. Heel veel sterkte. Mijn collega Harry Hilberts en ik zojuist de laatste begeleiding naar zee hebben gegeven. We zijn de haven uitgevaren en voorbij het forteiland gekomen. Nu varen we verder richting de havengrond. Als we de zee hebben bereikt, zullen we bakboord uitgaan.
stil gaan liggen en hier zullen de verstrooiingen dan ook plaatsvinden. U heeft kunnen zien hoe we er vanuit Amuiden, de haven van Amuiden, zijn vertrokken met de vlag halfmast. U heeft de havenmond kunnen zien met de groene en rode vuurtorentjes. Voordat de verstrooiing plaatsvindt, begint, luid ik eerst de scheepsbel. Plaatsgevonden. Dan ga ik nu een bloemengroet geven namens Aqua Omega aan iedereen die hier vandaag op zee achterblijft. De bloemen blijven drijven en geven een hele mooie markering van het zeegraf weer. Symbolisch. We zullen straks, of eigenlijk nu, zal ik de kapitein vragen om een cirkel te maken rondom de bloemen. Kapitein, kunt u misschien een cirkel maken? Lang is dan de voorgaande twee. Het is wel een goede reis. En nu zijn we weer terug onderweg naar de haven. Terug naar de hectiek van alle dag. Mijn naam is Sebastiaan Smit, mede namens mijn collega's hier aan boord. Heel veel sterkte gewenst. Als u vragen heeft over deze vaart of over andere vaarten, kijk op www.asverstrooiing.nl. Met dubbel i op het eind. Blijf niet met vragen zitten, zou ik zeggen. Dag.